Hallo, leuk om op deze manier even met jullie verbonden te zijn. Ik hoop dat het je gelukt is om het verlangendocument te lezen of te beluisteren en daar een tijdje mee bezig te zijn. Mocht dat niet gelukt zijn, nou wellicht dat de komende dagen nog ruimte daarvoor bieden. In dit mini-webinar wil ik met jullie stilstaan bij een paar dingen. 1 verlangen, 4 perspectieven en 3 oefenplekken. Eerst dat ene verlangen. Dat verlangendocument dat verwoordt uiteindelijk het ene verlangen dat we hebben als Plantagekerk. Samen volledig toegroeien naar Christus. Ik blijf dat zelf een hele mooie zin vinden, een mooi verlangen. Tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed dat het een beetje abstract kan zijn. En daarom is het mooi dat in het verlangendocument we gekozen hebben om vanuit 4 perspectieven te kijken. Spiritueel, dat gaat over je persoonlijke verbondenheid door de geest met Jezus. Pastoraal, dat gaat over naar elkaar omzien in de gemeente, elkaar horen, elkaar zien. Diaconaal gaat over elkaar helpen. Daar wordt het ook heel praktisch. En missionair, dat gaat over hoe zijn we nou op een relevante en betekenisvolle manier in de samenleving aanwezig. Nou, die 4 perspectieven zijn dus belangrijk. Maar er zijn ook nog 3 oefenplekken. De binnenkamer is de eerste wat mij betreft. Dat is jouw persoonlijke geloofsleven. De miniwijk, maar je kunt daar ook een andere groep invullen, is een wat kleinere groep mensen die je wat beter leert kennen om samen te zoeken hoe kun je Jezus volgen in je dagelijkse leven. En de kerk, en misschien wel specifiek de kerkdienst, waar we met een grote groep ons richten op samen volledig toegroeien naar Christus. Nou, dat kun je in een mooi schemaatje zetten. Jullie weten inmiddels dat ik van schemaatjes hou. En dan kun je gaan kijken van als je nou bijvoorbeeld pastoraal en miniwijk met elkaar verbindt, wat gebeurt er dan? Wat zie je dan voor je? Of missionair en binnenkamer. Nou, dat voert nu allemaal een beetje te ver. Ik heb zelf het verlangendocument ook goed beluisterd weer. En ik heb deze zin er even uitgekozen. Hier worden wij gezien en krijgen wij de kans om ons diepgaand te verbinden met medechristenen. Hier kunnen wij liefdevolle zorg en aandacht ontvangen en geven. Nou, die ene zin, daar haal ik even uit. Hier worden wij gezien. Dit gaat over een verlangen. En als je dat dan plaatst in dat schemaatje en je zet het vooral even bij miniwijk neer, dan wordt de volgende vraag mooi, hè? Gezien worden. Dat willen we graag. Dat wil je zelf ook graag. En nou, de uitdaging is dan een beetje om daar bij stil te gaan staan, daar wat tijd voor nemen en dan te ontdekken wat gebeurt er eigenlijk als ik ga nadenken over dat verlangen om gezien te worden, als ik dat toevertaal naar het leven in de miniwijk. Ik heb daar 3 vragen voor gemaakt. Wanneer voelde ik mij gezien in mijn miniwijk? Wat gebeurde er toen? Wanneer voelden anderen zich door mij gezien? Wat gebeurde er toen? Je moet het zo concreet mogelijk maken. Je moet het als het ware op de video kunnen terugkijken. En als derde vraag, wat kan ik persoonlijk en in mijn rol als miniwijkcoördinator doen, zodat anderen zich gezien voelen? Nou, je voelt misschien aan, dat vraagt even wat tijd om zo'n vraag te laten landen en het dan ook concreet te maken, want dat is belangrijk. Dus ik hoop dat jullie in het vervolg van deze avond met deze vragen, of misschien ook met andere vragen, als het maar gekoppeld is aan het verlangendocument, dat je daarmee verder kunt gaan. Nou, ik wens jullie verder een mooie ontmoeting toe en graag tot de volgende keer. Wij komen met leven.